Hey, hallo, dit is Sander van Eurogamer Benelux met de eerste reeks Weekly Challenges van Fortnite Battle Royale seizoen 4. Om mee te mogen doen met deze Weekly Challenges heb je een nieuwe Battle Pass nodig die je voor 950 V-Bucks kunt kopen. Een leuk detail in seizoen 4 is dat je niet alleen XP en Battle Stars verdient, maar ook de nieuwe skins kunt upgraden als je bepaalde mijlpalen behaalt. Heel cool. Goed, zoals gewoonlijk zijn er 7 challenges en sommige daar moet je in vechten en sommige moet je iets in vinden. Allereerst moet je 500 punten schade doen met een sniper rifle. Probeer jezelf verdekt op te stellen terwijl je je schot aanlegt, want je bent natuurlijk enorm kwetsbaar als je niet om je heen kunt kijken. Ook moet je 3 spelers doden met een pistool. Klinkt makkelijker dan dat het is, vooral omdat sommige pistolen langzamer schieten dan de ander. Neem rustig de tijd en je komt er wel. Deze week is Flush Factory de plek waar je 3 tegenstanders moet doden. Mooi om te combineren met je pistol kills, maar let op, er zullen een hoop spelers naar deze plek komen en voor je het weet ben jij misschien wel een kopje kleiner. Zoals bij mij dus, hè? Goed, dat was het voor de combat challenges. In Haunted Hills moet je 7 schatkisten vinden. Zoals we altijd aanraden, wacht totdat de battlebus een keertje niet over Haunted Hills vliegt, want dan heb je de meeste kans als je in alle rust de kisten kunt openen. Misschien vind je in die kisten wel een portefort. Het zou mooi zijn, want voor het gebruik van deze superhandige granaat voltooi je dit keer ook een opdracht. De hoger gelegen locatie kan erg handig zijn om vanaf te schieten met je sniper rifle. Voor het eerst gaan we op zoek naar de letters F-O-R-T-N-I-T-N-E, oftewel Fortnite. Sommige liggen eenvoudig voor het grijpen, maar voor andere moet je eerst wat bouwen. Je mag zelf de volgorde bepalen en je hoeft het niet in één match te doen, gelukkig. Op Eurogamer.nl lees je waar alle letters te vinden zijn. Tot slot is er weer een treasure map die je in Tomato Town vindt. De map leidt je naar het zuidoosten van Loot Lake, waar vlakbij de kade een kapotte boot uit het water steekt. Bovenop dat bootje vind je de buit. Dat was het dan. Blij met de veranderingen in seizoen 4? Heb jij nog tips hoe je deze challenges aanpakt? Laat het vooral weten in de reacties en ik zie je volgende week weer. Tot dan!